Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Ibiza vlog. Het is vandaag vrijdag en ja, het is wel echt een van de laatste dagen. Want zondag gaan we vliegen weer naar huis. Wij gaan straks naar Formentera, waar ik echt super veel zin in heb. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal, want mijn abonnees gaan de laatste tijd echt super snel, waar ik heel erg blij mee ben. Oké, mijn camera deed een beetje raar, dus ik heb even een andere SD-kaart in de camera gedaan. Nu doet hij het volgens mij wel weer. Ik had geen idee wat ik aan het vertellen was. Maar we gaan dus naar Formentera. En mijn stem is nog steeds kwijt. Weg. En we gaan nu eerst even ontbijten. En dan nemen we om 11 uur de boot van Ibiza Stad volgens mij. Of ik heb eigenlijk geen idee. En ja, heel veel kijkplezier. Oké, we lopen weer buiten. We hebben net ontbeten. Dat heb ik niet gefilmd. Het is nu 10:30, dus we moeten een beetje opschieten. Want om 11 uur gaat de boot naar Formentera. Spreek je dat zo uit? Oké, top. Oh, we zijn echt alle drie fucking schoor. Ja. Ja, ik moet het wel meevallen. Ja? Maar ik heb het alleen eigenlijk als ik vlog dat ik het gevoel heb dat het heel erg is. Echt? En we gaan met de boot daar dus naartoe. En dan heb je allemaal van die mooie strandjes en zo. Ik weet ook niet precies wat er allemaal is. Ik heb het ook eigenlijk niet opgezocht. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, hier is de plek waar de boot weg gaat. We hebben geen idee hoe de boot eruit ziet. Ik loop bijna dit water in. Maar ja, en volgens mij is dat het eiland, als ik het goed zeg, of een van die dingetjes. Oké, we zitten op de boot. En het was zo stom, want je krijgt dus een soort ticket. Maar die moesten we dus nog inwisselen voor een ticket voor op de boot. Dus we stonden helemaal vooraan, zodat we leuk de boot in konden. En toen moest ons ticket worden omgewisseld, zaten we helemaal achteraan. En nu hebben we achterin de boot een soort raar plekje gevonden. En nu zit iedereen zit daar, allemaal op stoelen en wij zitten hier op deze banken. Super chill. Het enige wat echt heel kut is, is dat de box... Nou, niet iedereen zit daar. Dat de box hierboven zit, dus ik had echt heel erg fijn aan mijn oor. Op Formentera. Mijn haar is echt rank. Want mijn haar is helemaal nat geworden op de boot. En mijn haar kan niet goed tegen zeewater. En het is hier echt super mooi. Zullen we zo mijn haren huren? Ja, is goed. Als het kan, doe ik het, hè. En we gaan nu een scootertje huren, want dat is wel makkelijk. Oké, nou jongens, we hebben een scooter. Dit gaat nog wat worden. Yes, thank you very much. En ik ga bij Ivy achterop, want ja, ik kan echt geen scooter rijden. Oh my god. Oh, wat erg is dit, zeg. Ik vind het echt heel eng. Oké, hier hebben we het gehuurd. Kijk uit voor deze bus. Ah! Oh, sorry. Rijdt hij makkelijk? Nee. Naar links, zei ze. Claire, naar links. Oh mijn god, jongens. Wat is hij? Hij gaat heel snel naar voren. Maar die van Claire is echt niet goed, hoor. Dan moet... Ja, maar het is gewoon... Oh, dit is zo... Die helpjes ook. Zo illegaal. Wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay. Teenage dreamers, born this way. I told my mother I grew up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season. Blowing smoke in the air like exhaust pipes. If you try to copy my style, you getting frostbite. Get it? Cause motherfucker, I am cold. Lines might be hot, but my boss had a scold. I wanted this ever since 10 years old. You panicking, mannequin, cause you don't fit the mold. And she was there when nobody took interest. So now I owe my girl the world plus interest. When I got them all speechless, no breathing. And I'm shutting down shows, no season.
can say it was worth it. Just a joke with my girls. Oké, we hebben nu een strandje. Het is een beetje raar. We moeten dus met de scooter in een autorij gaan staan om naar binnen te mogen. In de autopiele, maar... Sorry. Oké, en ja, we gaan daar zijn volgens mij restaurantjes en zo. Oké, we zijn het van de scooters af. En we hebben denk ik wel iets moois. Van de scooters af. Ja. De ene gooi ik bedenken. Echt? Nou ja, boeien. En het was me nog even een ervaringje. Dat was echt niet te doen. Maar Ijfke en Claire kunnen heel goed rijden. Dus dan scheelt alles weer. Ik ben nog veilig. Ik vond het alleen wel echt dood eng. Want je rijdt alleen maar over zand. Voor allemaal enge dingetjes. Maar zo ruikt je maar een klein beetje naar vis. Het is echt heel mooi. Kijk hoe blauw dat water is. Het is echt ziek hoor. Wij hebben lekker pizza gehaald. Oh, de pizza wordt koud. Zo, en we gaan lekker de pizza op het strand opeten. Nee, dit uitzicht pizza aan het eten bent. I love it. Echt. What? Sorry? I could go with them, but I could come and stay with you. What do you think? What? Sorry? Should I go with them or stay with you? Of die met ons mee moet gaan of met hen. Oh, with them. We hebben de hele tijd op het strand gelegen en een paar foto's gemaakt. Maar we willen ook nog de rest van het eiland zien. Het is al 4:30. En om 6 en 7 uur gaan we eigenlijk de boot van 7 uur nemen. En om 7 uur gaat de laatste boot terug. Dus dan... Oh ja, en we hadden net... Ja, dat ga ik niet zeggen. We hadden net... Oké, kijk, Ijfke zei zo... Ja, ik ben de scootersleutels kwijt. Dus wij gingen overal zoeken. Echt overal. Nou, ik ging overal. Ja, nou, ik hielp toch? Vriendin? Oké, nou, dus op een gegeven moment zeiden... Ja, dan moet hij wel in de scooter zitten. Dus Ijfke ging weg. En ze komt hier zo weer aanlopen. En wij dachten, ik dacht dat hij weg was, oprecht. Ja, ik was echt het meest in stress. Want we moesten dan, we hadden 100 euro borg betaald, maar als je hem weg bent, dan moet je gewoon 300 euro betalen. Nou, dat weten we eigenlijk helemaal niet als hij weg is. Als hij weg is, moet hij nog meer betalen. Ja, ik denk ook wel meer, ja. Voor dat oude kut. Ja. En toen, op een gegeven moment kwam Ijf aanlopen en ze zegt... Ze zei... Hij is weg. Nee, hoe zei je het nou? Je zei echt zo... Hij is gestolen. Dus ik zei echt... Maar ik kreeg... Weet je wel dat je zo'n heel erg stressmoment hebt? Dat je het zo helemaal warm krijgt in één keer. Nou, dat had ik. En mijn hart ging zo erg de keer. Maar het was gelukkig een grapje. Maar de sleutel zat er wel echt nog in. Yes! Oké, jongens. Ik had net echt iets zo ergs. Ik ben nog steeds echt compleet in shock. Oh mijn god. Oké, ik ging dus net scooter rijden. Maar ik heb wel mijn rijbewijs, dus ik mag officieel scooter rijden. Alleen ik heb nog nooit op een scooter gezeten. Ja, ooit een keer op de scooter van Demi. En ja, ik wilde heel graag rijden. Het ging helemaal goed. Je mag hier gewoon 80 rijden. Terwijl ik al een jurkje aan heb. Nou, dus dat ging helemaal prima. De hele tijd helemaal goed. En toen moest ik dus gaan... We stonden op een soort hellinkje. En we waren gestopt aan de zijkant. En toen wilde ik even zo het hellinkje zo op. Maar ik gaf gas. Maar ik wilde remmen. En toen reed ik zo de berm in. Echt, oké, ik reed zo echt precies in dit. Reed ik zo over al die stenen heen. En nu is de spiegel en zo kapot. En ik ben zo erg in trauma. En mijn hele been ligt open. Maar dit kon ook wel oprecht alleen mij gebeuren. Ook super mooi dat ik mijn helm oplaad. Maar ik ben zo erg in shock. Oh mijn god. We zijn weer terug. We gingen de scooters inleveren. Dat was nog... We dachten dat het een probleem zou worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Alleen de spiegel was kapot door mijn ongelukje. Maar we zijn weer met de boot terug. Het was ongeveer een uurtje varen.
En we gaan nu weer naar het hotel, want we zijn echt alle drie super, super moe. En dan gaan we even douchen, klaarmaken, lekker avondeten. En ja, ik ben nog steeds wel een klein beetje in shock. Mijn been doet ook wel een beetje pijn. Ik denk als mijn ouders dit zien, zullen ze me echt heel boos gaan worden. But I love you. En wel gewoon echt oprecht een tip. Doe niet, als je nog nooit een scooter gereden, niet in een vreemd land gaan scooter rijden. Ook al heb je een rijbewijs. Want ik had wel gewoon oprecht een rijbewijs. Oh ja, oké. Okay. En we gaan morgen naar Ushuaia. Sprak het goed uit, ja hè? Ja. En dat is dus, laat maar zeggen, een soort van het grootste feest hier. En dat is morgen overdag en ik heb er super veel zin in. Maar we gaan vandaag wel een klein beetje vroeg slapen. Oké, nou, het is alweer een hele tijd verder. En we waren echt heel erg moe het laatste wat jullie hebben gezien. Dus we hebben op de hotelkamer even gechilled. Zijn broer laten. Gegeten. We hebben gegeten. En Ivy voelt zich niet zo lekker, dus Claire en ik gaan vanavond uit. Dus we zijn nu even lekker drankjes aan het drinken. En we gaan zo meteen iets doen, maar we weten nog niet wat. Maar we hebben er wel heel veel zin in. En morgen is Ushuaia. En we hebben al kaartjes gekocht. Oké, dus Claire en ik. Claire, die gaan dus zo meteen uit. Wow, dit licht is heel lelijk. Ja, weet ik. We kunnen beter vanaf deze kant. Ja. Dus Claire en ik hebben ons klaargemaakt. Dat hadden we net al gezegd. Oké, de camera is echt leeg. Maar maakt niet uit. En we gaan dus zo uit. En we kunnen tot 11 uur kunnen we onbeperkt drinken. Dus daar dachten we, daar gaan we even gebruik van maken. Oké, het is de volgende dag, maar ik was vergeten de vlog af te sluiten. Dus als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En dan zie ik je snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!